Al 15 jaar lang werk ik samen met grote bedrijven. En al 15 jaar hoor ik eigenlijk dezelfde vraag. Wij willen heel graag een interne nieuwsshow opzetten. En dat blijkt nog best wel lastig. Hier bij VGZ, daar is het ze gelukt. Gaan we allemaal doen. Wordt leuk. Dit is de VGZ Nieuwsshow. De VGZ Nieuwsshow is een driewekelijks journaal. De basis van het journaal zijn tafelgesprekken op wisselende locaties binnen VGZ en daarnaast korte filmische uitstapjes. De succesvolle show behandelt een mix van onderwerpen van strategische directieboodschappen tot hobby's van mensen en maatschappelijk ondernemen. Ja, onveranderd dus dat format. Ook omdat u in behoorlijk grote getalen naar de kersteditie van de Nieuwsshow keek. Hier zijn de updates. Ja, we beginnen met leuk nieuws. We hadden het al aangekondigd een paar maanden. Ik kijk mee tijdens de productie van een nieuwsshow en ik schrijf aan bij de makers, Wim en Herbert. Het is uiteindelijk het idee geweest van een collega van ons die bij me kwam en zei, volgens mij is dit leuk voor jou. Ik heb een keer wat gepresenteerd. Die zei, moet jij niet een nieuwsshow hebben? Moet je niet een eigen nieuwsshow hebben? En toen bedachten we, ja, volgens mij hebben mensen en collega's ook behoefte af en toe een beetje lucht. Dus laten we een show maken die naast dat die ook inhoud heeft, ook zorgt voor wat extra lucht, beetje energie, beetje, nou ja, wat meer plezier erin. De actualiteitenshow wordt gemaakt met een doorlooptijd van 2 dagen. En dat betekent strakke voorbereiding vanuit Wim en Herbert. Maar ook de feedbackrondes worden klein gehouden. In principe bepalen Herbert en Wim zelf hoe dingen in de show komen. Precies zoals bij echte televisie. Hebben jullie een carte blanche? Hebben jullie vanuit directie te horen gekregen? Ga het maar doen en wij gaan jullie niet controleren. Het is al gegroeid. Ja, het is al gegroeid. Krijgen we vertrouwen om dit zo te doen. Ja, we zien dat heel veel mensen heel goed reageren op de nieuwsshow. Dat mensen het heel leuk vinden. De kijkcijfers nemen toe, dus er kijken steeds meer collega's. Het is inmiddels een redelijk vaste anker geworden. Ik vraag me af of wij ons moeten begeven op hele moeilijke onderwerpen. Taboes of dingen. Ik denk dat we dat randje niet opzoeken, maar er is ook geen enkele soort van bemoeienis. Ja. Zo van, dit kan niet, of dit was niet goed, of dit moet anders. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gehad in al die jaren. Nee. En natuurlijk kan er wel eens een onderwerpje aangereikt worden, hè, dat ze zeggen van, kunnen jullie het hierover hebben? Nou, dan denken we daar eens over, maar uiteindelijk beslissen wij. Doordat Wim en Herbert de vrijheid hebben, kunnen ze succesvol zijn. Ze reageren namelijk op wat wel en niet werkt. Daarnaast hebben ze een achtergrond die past bij wat ze doen. Maar toch wijden ze het succes van de show vooral aan het enthousiasme waarmee ze de show maken. Maar ik denk wat het succes is geweest, even los van de dingen die jij noemt, is denk ik gewoon het enthousiasme waarmee we het maken. Ja. En dat mensen zien dat er energie achter zit. En echt collega's aan het woord laten die trots zijn op de dingen die ze doen. Ik denk dat dat echt wel het kern van het succes is geweest. Ja, en het sentiment blijven ophalen van hoe wordt het ontvangen in de organisatie. Dus hoe wordt het bekeken, hoe wordt het gelezen. En af en toe een onderzoekje doen. Ja. Wat vind je van hoe het nu gaat? Wat kan er beter of anders? En die feedback ook meteen verwerken. De VGZ Nieuwsshow. Het is de meest succesvolle nieuwsshow die ik ooit bij klanten heb gezien. Ongeveer de helft van alle VGZ-medewerkers bekijkt de nieuwsshow. En als er belangrijke onderwerpen zijn, bijvoorbeeld de kerstboodschap van de CEO, dan zijn dat er maar liefst driekwart van alle VGZ-medewerkers. En dat is uniek voor eigenlijk een relatief lage inspanning. 2-3 dagen in totaal nodig hebben? Ja, vind ik ook ruim genomen. Ja, samen misschien wel, maar... Ja, misschien 2 dagen. Ja. Ja. Ik vind dat meevallen. Ja. Vrijheid geven aan 2 capabele gasten en er komt wat. Nou, klinkt als een goed verhaal. Ja, precies. Dankjewel. De VGZ Nieuwsshow. Een succesformule die mij altijd al inspireerde. En hopelijk kan ik jullie, andere organisaties, met deze film ook stimuleren om hetzelfde te doen. Ja, dan was dit de VGZ Nieuwsshow voor vandaag, collega's. We zien elkaar over ongeveer 3 weken. Dan nemen we de show op in Eindhoven. We zien elkaar in Eindhoven. Tot de volgende keer.